Dit is een kunstenaarspand aan de Schavendijkwal in Rotterdam-West. Hier huizen 20 kunstenaars en 3 dansgezelschappen, waaronder het beroemde Connie Jansen Danst. Het pand is eigendom van de gemeente Rotterdam en staat op de nominatie om verkocht te worden. Als de gemeente al die kunstenaars hun panden uitzet, dan heb je als bedrijf je bedrijfshuisvesting niet meer en houdt het bedrijf op te bestaan. Dus wat moet je dan doen? Dan ga je de bijstand in. En krijgen jullie een alternatieve ruimte aangeboden? Daar wordt niet met ons gecommuniceerd. Het enige wat wij te horen hebben gekregen is dat we het op 1 januari uit moeten. En dit is een kunstenaarspand in Rotterdam-Krooswijk. Hier huizen 55 kunstenaars. Hallo, ik ben Hanneke Breuker, ik ben beeldend kunstenaar en ik heb hier mijn atelier. Dit oude schoolpand staat op de nominatie om opnieuw als school te gaan dienen. Volgens de kunstenaars een onverstandige keuze. Stelliger nog, ik zeg dat er betere alternatieven zijn, zowel voor die school als voor ons en met minder geld. En wie moet u daarvan overtuigen? De politiek. En er staan nog meer kunstenaarspanden, veelal oude schoolgebouwen, op de nominatie om afgestoten te worden. De gemeente Rotterdam hoopt met de verkoop van vastgoed geld in de gemeentekas te krijgen. En op zich is een eigenaar vrij te beslissen over zijn vastgoed. Alleen, het is ook gemeentelijk beleid om kunstenaars de ruimte te geven. Ziet u nu een tendens gaande dat Rotterdam kunstenaarspanden afstoot? Jazeker. Ik heb toevallig net vandaag gehoord dat er 4 panden in het Oude Westen zijn, waarvan 2 door ons in gebruik, die ook op de nominatie staan in 2013 en 2014, want dan zijn die contracten afgelopen, om als kluspand te worden verkocht. Ja, wat er dan met, ik heb het eens even opgeteld, een 70-tal kunstenaars in deze stad moet gebeuren, plus die dansgezelschappen, ik kan het niet oplossen. Maar ik hoop dat de gemeente Rotterdam en ook de dienst Stadsontwikkeling daar een bijdrage aan wil leveren. Tot nu toe gaat het niet soepel en dat vind ik jammer.